gaan gewoon beginnen. Maar niet gewoon, dat doen we samen met jullie. En het zal heus gebeuren dat Jacqueline of ik niet weten hoe verder. En vergeet dan niet, we zijn er pas. We zijn er net. Nog niet helemaal droog achter de oren van ONC. Maar we doen het samen. En jullie zijn collectief geheugen en collectieve denktank. We gaan samen die experimentele periode tegemoet. En mijn boodschap, en dan richt ik me weer even heel specifiek tot jullie, voor het komend jaar en voor de komende jaren is, blijf ervoor zorgen dat naast al jullie inspanningen om goede prestaties te leveren, er ook ruimte blijft voor dit derde domein zoals Bista dat beschrijft. Vergeet vooral niet stil te staan bij de vraag wat het onderwijs bijdraagt aan de schepping van, zoals hij het formuleert, de menselijke subjectiviteit. En ik zou eigenlijk willen zeggen van, en neem die ruimte. En neem die ruimte voordat die wellicht door de Rijksoverheid wordt geformuleerd. Zo van welke ruimte je hebt. Want zo is het in Nederland nooit bedoeld geweest, hè? De vrijheid van onderwijs. Zijn er ook nog mensen die eigenlijk nog steeds puber zijn? Oh, nou, dit komt helemaal goed. Dit gaat helemaal goed komen. Laatst dit krantenberichtje in het Parool. Ik zal het voorlezen. Een 16-jarig meisje kwam zaterdag in Nieuwegein met haar tong vast te zitten aan een lantaarnpaal nadat vrienden haar hadden gevraagd die te kussen. Politieagenten wisten met een emmertje warm water de vastgevroren tong weer los te krijgen. Te gek, waarom gebeurt dit? Waarom doen jongeren dit? Ja, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik zie nooit een groepje met 40-jarige vrouwen rond de lantaarnpaal staan. Het is echt iets heel specifieks aan de puberteit dat je dit soort gedrag ziet. Dus wat zijn nou precies die kenmerken van de puberteit? Waarom doen jongeren dit?